Daily Minutes nummer 1544 met een uitzending voor vandaag 7 februari 2019. Dit is het bulletin van donderdag. En ik zit in de misère. Het volgende is er gebeurd. Ik had een extra lange uitzending vandaag al voor een flink deel ingesproken. Nou, een flink deel, ik denk een derde of zo. En toen liet mijn Tascam recorder het ineens afweten. Wat er mee aan de hand is, weet ik niet. Normaal gesproken, als hij de batterijen leeg heeft, dan bewaart hij gewoon wat ik heb ingesproken. Dus daar ging ik ook vanuit. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Ik heb dus vanaf ongeveer een derde in de uitzending ingesproken. Alsof, terwijl ik dacht dat ik het eerste derde ook gedaan had. Maar goed, nu moet ik de eerste een derde moet ik nog doen. En het is 7:15, dus ik hoop dat ik het allemaal ga redden. Gisteren sprak ik Guus bij in PLM. Ik zeg het graag, Guus is met zijn DV Mega volgens mij de enige fabrikant van amateurapparatuur die we in Nederland hebben. Afgelopen nacht is Guus naar de VS afgereisd om in Orlando met zijn producten op de Hamcation te staan. Dat is de tweede amateurbeurs van de VS die komend weekend plaatsvindt. Het nieuwste product van Guus is de DV Mega Cast. Dat schrijf je met een C. Cast dus. De cast is een multifunctioneel product die drie dingen kan. Je kunt de cast die werkt voor de drie modus D-Star, DMR en Fusion gebruiken om een repeater of een hotspot mee in de lucht te brengen voor die modus. Daarnaast kun je hem als server gebruiken om via je smartphone verbindingen te maken op een van deze drie modus. Ten slotte kun je hem gebruiken om ook in een van deze drie modus om thuis of in de auto QSO's te maken via internet. De servermogelijkheid voor smartphone kan tegelijkertijd met de hotspotfunctie of tegelijk met de QSO-functie werken. QSO kan niet samen met de hotspotfunctie gecombineerd worden. Het apparaat is 20 bij 10,5 bij 6,4 cm groot en werkt op 12 volt. Aan de voorkant in het midden zit een display ter grootte van ongeveer een kwart van de voorzijde. Guus heeft in de afgelopen jaren een hele lijn van tamelijk bijzondere en interessante producten op de markt gebracht. Dit is voor zover ik weet de eerste die de verschijningsvorm heeft van een transceiver. Meer info over alle huidige producten van Guus is te vinden op dvmega.nl. Op die website kun je de producten ook bestellen. Ja, dan tweede onderwerp van vandaag. Dat is backpacker radio's. Radio's, zendontvangers voor gebruik bij het backpacken. Hoe noem je dat? Het wandelen met een rugzak, hè? Of het fietsen met een rugzak, dat kan ook. Een van de vorige uitzendingen had ik het, dat is bijna een week geleden, over QRP-zendontvangers. Met name heel kleine apparaatjes voor het werk in CW, met morsetelegrafie dus. Deze apparaatjes, meest gemaakt door een daarin gespecialiseerd aantal bedrijven en bedrijfjes, hebben een geheel eigen aanhang binnen de amateurgemeenschap. De al eerder genoemde heel kleine mountain topper is een goed voorbeeld van een backpacker radio. De FT817 of 818 wordt ook als een backpacker radio gezien. Er zijn heel wat bedrijven die dergelijke apparaten dus leveren. Dat varieert van Jesu via Aircraft, UKITS, BTX, zal ik het bedrijf maar noemen, QRP Labs, MFJ, LNR. Nou, dit is maar een greep, ik vergeet er vast flink wat. Het gaat hierbij zowel om apparaten die in SSB werken als in CW dus. Vooral de laatste jaren komen er steeds meer apparaten bij die niet alleen CW doen. Voordeel van SSB is dat je kunt doorlopen. Morse QSO's maken terwijl je loopt is zeker niet onmogelijk, maar lang niet iedereen heeft de vaardigheid daarvoor. Ook is werken met heel kleine antennen niet zo ideaal, omdat we het toch over kleine vermogens hebben op behoorlijk lange golflengtes. De meeste van deze apparaten geven 5 watt of minder. Voor de meeste modus geldt dat onder de 5 watt je spreekt van QRP-vermogen. Bij SSB zijn er 2 opvangen. Een deel van de mensen noemt 5 watt als QRP-vermogen voor SSB, maar er wordt ook door anderen gesproken van 10 watt als maximaal vermogen voor QSB. Voor QRP in SSB. Veel apparaten zitten dus tussen de 1 en de 5 watt. Veel van de kleine apparaatjes hebben daarnaast de mogelijkheid van een vermogensregeling die je soms tot helemaal 0 kunt terugdraaien. Met een paar honderd milliwatt kun je zeker in morsen nog goede verbindingen maken. Met veel minder gaat dat zelfs ook nog verbluffend goed. Met op HF werken en zeker met QRP-vermogen is een grote gevoeligheid van de ontvanger, zoals die vaak geadverteerd wordt, geen grote prioriteit. Zeker op de lage banden is het ruisniveau zo groot dat je niets aan een gevoelige ontvanger hebt. En met QRP werken is dat al helemaal niet zo belangrijk, omdat een flink deel van je tegenstations meer zendvermogen zal hebben dan jij. Bij een heel slechte antenne heb je wel wat aan die extra millivolts, maar, of microvolts, maar als je QRP werkt, dan moet je het juist van een goede antenne hebben. Hoe dan ook, een dergelijk apparaat moet zo licht mogelijk zijn en liefst ook zo klein mogelijk. Het grootste gewicht zit in de batterijen of de accu's die je mee wilt nemen. En hoe meer zendvermogen, hoe meer accu's en dus gewicht je moet meenemen.
Overigens zijn er zeker mensen die een apparaat als een FT-897 of een 857 meenemen als backpacker. Bij de 897, die inmiddels niet meer gemaakt wordt, kun je zelfs accu's kopen die erin passen. Hoe minder gewicht, hoe beter dus. Meestal worden als antenne draadantennes gebruikt, tenminste als je wilt werken terwijl je even een pauze houdt en niet tijdens het wandelen of het fietsen. Dat kan van alles zijn. Draadantennes kunnen met een katapult of zelfs met pijl en boog in een boom geschoten worden. Maar ja goed, dat moet je dan wel weer allemaal meenemen. Wil je ook onderweg, als je je voortbeweegt, zenden en of luisteren, dan kom je aan de sprietantennes. Op HF is dat toch wel wat beperkt, zeker op de lagere banden. En je hebt eigenlijk ook een tegencapaciteit nodig. Iets anders is dat je ook een goede aanpassing wilt. Dat is met name voor QRP belangrijk, want de goede vermogensoverdracht bij dat weinige vermogen is echt essentieel. Slechts enkele apparaten hebben de mogelijkheid van een ingebouwde antennetuner. Die moet je dus eigenlijk wel apart meenemen. Of je moet zeker weten dat je antenne een goede SWR van zichzelf heeft. Nou is het wel zo dat veel van deze apparaten maar op één band werken. Daarmee kun je dus op volume in je tas en het extra gewicht dat je moet meenemen besparen. Want het is veel gemakkelijker om een al afgestemde antenne voor één band te maken dan voor meerdere. En dan heb je dit tuner dus niet nodig. Er zijn overigens diverse kleine antennetuners voor QRP werken verkrijgbaar. Het leukst vind ik die van MTech. Afstemmen hoef je daarbij niet per se op een SWR-meter te doen. De MTech heeft hiervoor een indicatieledje dat je op maximaal licht moet afstemmen. Een apparaat als de FT-817 heeft een ingebouwde SWR-meter, zodat je die bij dat apparaat ook niet hoeft mee te nemen. Een aparte SWR-meter los van je tuner, als je ook al een tuner mee moet nemen, is bovendien wel heel erg onhandig. Overigens zijn veel van dit soort dingen als een antennetuner, een kleine antennetuner en een afstemindicator hiervoor prima zelf te maken. Dat zijn geen heel ingewikkelde projecten. Iets anders is het type seinsleutel. Ook dat moet natuurlijk klein en licht van gewicht zijn. De meeste mensen gebruiken tegenwoordig pedals en veel van deze apparaatjes hebben een ingebouwde kier. Eigenlijk is dit ook wel een must, want hoe minder kastjes je meeneemt, hoe beter. Ik zei het hiervoor ook al. Hè. Er zijn voor dit soort werk verschillende pedals te koop, vaak van kunststof die je aan de zendontvanger kunt bevestigen. Er zijn ook overigens heel lichte ouderwetse hakblok seinsleutels. Ja, en dan de accu's. Je wilt niet te veel meenemen, want dat is onnodig zwaar natuurlijk. Maar je wilt ook niet dat je aan de kant van de weg gaat zitten, de antenne uitgerold en dan niet kunnen werken omdat de accu vrijwel leeg blijkt te zijn. Het is daarom wel handig om niet te grote accu's te gebruiken, zodat je er één of twee op reserve hebt. Dan heb je een beter overzicht van hoe ver de status is. Ga je echt heel basic onderweg, waarbij je kampeert of verblijft op plekken waar niet altijd stroomvoorziening is, dan zou je kunnen overwegen iets mee te nemen waarmee je accu's op kunt laden. Een zonnepaneel is hiervoor niet altijd ideaal, omdat je ook vaak onder bomen zult zitten of anderszins geen zonlicht hebt. Een zonnepaneeltje aan de fiets bevestigd is dan misschien nog de beste oplossing. Want met het meest gunstige zonlicht zul je de meeste dagen mogelijk onderweg zijn. En misschien past het ook wel op je rugzak, dat weet ik eigenlijk niet. Een alternatief hiervoor is misschien een constructie op de fiets die opladen mogelijk maakt, mogelijk door twee fietsdynamo's te combineren. Of misschien gaat het er zelfs om met eentje. Er zijn allerlei initiatieven op het gebied van backpacken. Bijvoorbeeld het bekende Summits on the Air, SOTA, waar je geregeld over hoort. Het doel is daarbij om zoveel mogelijk berg- of heuveltoppen te activeren, die liefst ook nog niet eerder geactiveerd zijn. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.